بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بستنوبل برودرز و بستنوبل زسترز. We zijn alweer in de tweede dag van Ramadan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze vasten en al onze gebeden zegenen en accepteren. We zijn wederom in een zitting van kennis, in een zitting waarbij we de Koran bestuderen. En een van de mooie zaken die de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons verheugd heeft, is dat hij zegt: Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. De besten onder jullie zijn degenen die de Koran bestuderen en deze leren. De Koran bestuderen en leren, beste broeders en zusters, dat heeft maar één doel, namelijk de tevredenheid van Allah middels de praktisering ervan. Dus laat dat ook nu, op dit moment, jouw intentie zijn. Dat jij alleen de intentie hebt om Allah tevreden te stellen en jouw hasanat te behalen. En dat je omwille van Allah subhanahu wa ta'ala deze zaken gaat praktiseren. We zijn bij het bestuderen van Surat Al-A'la. En we hebben in de vorige zitting kunnen weten hoe geweldig deze sura is en wanneer deze sura is neergezonden en welke onderwerpen en doelen deze sura heeft en linken met de vorige sura, namelijk Surat At-Tariq. Vandaag gaan we enkele ayat bestuderen die de eerste vier ayat of vijf ayat zijn van Surat Al-A'la. Ik zal deze eerst reciteren, vervolgens zal ik deze ook vertalen en daarna gaan we dieper in de stof bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Maar let goed op, de enige reden is het praktiseren nadat we dit goed begrepen hebben bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Dat is Surat Al-A'la van ayah 1 tot en met ayah 5. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in vertaling: verheerlijk, verheerlijk de naam van jouw Heer, de Verhevene. Degene die geschapen heeft en perfect is in zijn schepping. En perfect is in zijn schepping. En degene die voorbeschikt heeft en geleid heeft. We gaan nog allemaal duidelijk maken wat dat betekent. En degene die uit de weide, oftewel de weide, heeft doen planten, voortplanten. En vervolgens, of waarop hij deze vervolgens droog en zwart maakte. Ayat die ons aan het denken moeten zetten. Maar ook die ons veel wijsheden moeten meegeven. Allah subhanahu wa ta'ala, een hele snelle flits als het gaat om de tafsir van deze ayat. Allah subhanahu wa ta'ala begint met
سبح اسم ربك الأعلى. Een bevel aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En zodoende ook aan alle gelovigen die in de profeet sallallahu alayhi wa sallam geloven. سبح اسم ربك الأعلى. Wat betekent سبح? Het tasbih, dat is het verheerlijken van Allah subhanahu wa ta'ala door elke vorm van gebrekkigheid te ontkennen ten aanzien van Allah subhanahu wa ta'ala. Elke vorm van miskennis, misvatting, elke vorm van slechtheid te ontkennen jegens Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft dit bevel niet zomaar meegegeven. Want het tasbih heeft meerdere betekenissen. Een van de betekenissen van het tasbih na het verheerlijken van Allah subhanahu wa ta'ala is ook namelijk het verrichten van de aanbevolen gebeden. Dat is ook het tasbih. Het verrichten van de aanbevolen gebeden, wat is het bewijs daarvan? Het bewijs is dat al-Imam al-Bukhari rahimahullah heeft overgeleverd van Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dat hij zei: de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zegt ook sallallahu alayhi wa sallam, want dat is ook een verplichting die de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons bevolen heeft, waar je ook heel veel beloning voor kunt hebben. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam verrichtte de tasbih, oftewel kana yusabbihu, verrichtte de tasbih op zijn rijtuig, rijdier, jegens elke richting waar naar deze rijtuig of rijdier zich richtte. In een andere hadith, of een versie van de hadith, zegt Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu hetzelfde, maar dan uitleggend wat het tasbih betekent. Hij zegt: de profeet sallallahu alayhi wa sallam bad op zijn rijtuig. Wat voor gebeden bad hij? Dat waren de aanbevolen gebeden. Omdat, zoals jullie weten, de verplichte gebeden alleen maar staand gebeden mogen worden, wanneer men daartoe ook in staat is. Dus wanneer Allah subhanahu wa ta'ala tegen ons zegt سبح اسم ربك الأعلى, dat betekent dat wij ook de aanbevolen gebeden moeten verrichten in de naam van Allah, oftewel van onze Heer. Maar de tasbih heeft ook een andere mooie betekenis hierin. De tasbih betekent ook de specifieke vorm van tasbih, dat je zegt subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dus de dhikr die Allah subhanahu wa ta'ala en de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons bevolen hebben, oftewel aanbevolen hebben. Nu we weten wat betekent het tasbih, zegt Allah subhanahu wa ta'ala سبح اسم ربك الأعلى, verheerlijk jouw naam, de naam van jouw Heer de Verhevene. En hier سبح اسم ربك الأعلى kan betekenen, oftewel betekent hier in deze context, verheerlijk de naam van jouw Heer. De naam van jouw Heer de Verhevene. De Verhevene. En dat betekent dat elke naam van Allah subhanahu wa ta'ala verheerlijk moet worden. En dat betekent dus dat wij moeten geloven dat geen enkele naam een vorm van gebrekkigheid bevat. En dat wij middels deze namen Allah subhanahu wa ta'ala horen te gedenken. In onze dua, maar ook in onze praktisering die wij horen te verrichten. Het betekent dus ook dat je in de naam van jouw Heer de tasbih verricht. Dat is ook een andere betekenis die ook samenkomt
in deze context. Oftewel, zorg ervoor dat je alleen of dat je ikhlas hebt, de zuivere intentie hebt om of waarbij je de tasbih verricht en jouw aanbevolen gebeden verricht. Kijk wat we al hebben gehaald uit deze twee woorden. Sabbih isma rabbika al-a'la. En waarom noemt Allah subhanahu wa ta'ala hier rabbika? Waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala niet sabbih isma ilahaka al-a'la? Of ilahika al-a'la. Omdat rabbika hier, rabbika, een, oftewel jou hier, een directe link heeft met het bevel. Het bevel is dat je jouw Heer hoort te aanbidden. Maar waarom hoor je jouw Heer te aanbidden? Omdat Hij de enige Heer is. Er is geen Heer buiten Allah. Er is geen schepper, geen bezitter, nog een beheerder buiten Allah. Dus Allah subhanahu wa ta'ala linkt hier tawhidul uluhiyya met tawhidul rububiyya. Oftewel, aanbid jouw Heer, aanbid diegene die de enige Heer is van alles wat geschapen is. En Hij is degene die meest verheven. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld ook in surat al-Waqi'ah, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. فَسَبِّحْ, oftewel verricht de tasbih en verheerlijk middels de naam van jouw Heer, de meest geweldige. De meest geweldige. En deze zaak, de tasbih, daar gaan we straks ook nog meer of dieper op in. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons de tasbih bevolen in de ochtend, in de avond en in de nacht. Kijk wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Verheerlijkt is Allah wanneer jullie in de avond zijn en wanneer jullie in de ochtend wakker worden. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Wa min al-layl fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila." En wat betreft een onderdeel van de nacht, verricht de neerknieling voor hem. Verricht de neerknieling voor hem en verheerlijk hem in een lange nacht. Dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala ons meegeeft. Dat betekent dat de beste tijden waarop wij hem verheerlijken is in de ochtend, wanneer wij wakker worden om ons eigenlijk klaar te maken voor de hele dag. En in de avond, voordat wij gaan slapen, om ons weer klaar te maken voor de hele nacht. En dan ben je de hele dag en nacht bezig met de gedenking van Allah subhanahu wa ta'ala. En als je dat doet met zuivere intentie, dan ben jij geleid tot degene die Allah subhanahu wa ta'ala het meest lief hebben. En tot degene waartegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat hij zich moet binden met hen. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'oon rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. En dwing jezelf geduld te hebben met degene die hun Heer aanroepen in de ochtend en in de avond, willend slechts zijn aangezicht. Sabbih isma rabbika al-a'la, oftewel verheerlijk de naam van jouw Heer, de meest verhevene. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa. Degene die geschapen heeft. Hij zegt niet degene die jou geschapen heeft. Nee, degene die geschapen heeft. Dat betekent dat hij subhanahu wa ta'ala alles heeft geschapen. Alles heeft geschapen. En dat is
een onderdeel van de heerschappij van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wanneer Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over de schepping, dat betekent dat het ook vele andere eigenschappen behelst, zoals kennis, zoals kracht, zoals macht, zoals beheer, zoals het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala de allevende is, maar ook het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala hetgeen wat hij geschapen heeft bezit en de enige bestuurder is. Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala de meest geweldige is. De meest geweldige is. En Allah subhanahu wa ta'ala maakt zijn geweldigheid duidelijk door te zeggen: degene die alles geschapen heeft en op een perfecte wijze heeft geschapen. En dan, daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook in surah Taha: Rabbana, of sorry, ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Onze Heer is degene die alles heeft gegeven. Alles heeft gegeven in zijn schepping. En een andere betekenis: alles heeft gegeven aan zijn schepping om deze op een perfecte wijze te schapen. En vervolgens heeft hij geleid. Wat betekent hier vervolgens heeft hij geleid? Dat betekent: vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala elke molecuul geleid om te zijn en te wezen zoals hij wil. Dus er bestaat geen onperfecte schepping of misschepping, wat vele moslims helaas ook meenemen van ongelovigen. Oh ja, maar hij heeft een misschepping. A'udhu billah. Nee. Iedereen is perfect geschapen zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat wil. Hoezo? Want er zijn sommige mensen die geschapen zijn met een open rug. Er zijn mensen die geschapen zijn met een open lip. Er zijn mensen die geschapen zijn op een andere wijze. Naam. Allah heeft deze mensen op die wijze willen scheppen. Dus ze zijn perfect geschapen zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat wil. En daarom is het ook niet toegestaan om zo'n persoon een gehandicapt te noemen. Nee, degene die gehandicapt is, is degene die hen gehandicapt noemt. Waarom? Omdat hij op dat moment niet bewust is van hetgeen, van het feit dat hij op dat moment de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala bekritiseert. Nee, Allah heeft hem zo geschapen en heeft elke molecuul in ieder onder ons dusdanig geschapen zoals hij dat wil, omdat hij dat wil, voor vele wijsheden die hij wil. Voor vele wijsheden die hij wil. En daarom, is het ook zo dat Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk deze twee eigenschappen met elkaar linkt. Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou, o mens, en heeft alles om je heen perfect geschapen. En daarom is hij de enige die verdient om verheerlijk te worden. En daarom is hij ook verheven. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Allah, we hebben net een ayah gereciteerd. رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Onze Heer is degene die alles heeft gegeven in zijn schepping en vervolgens geleid heeft, zegt Allah subhanahu wa ta'ala hier ook: وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. En degene en de enige die voorbeschikt heeft, de enige die voorbeschikt heeft en vervolgens geleid heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft alles voorbeschikt. Alles wat gebeurt, wat geschapen is, elke minuscule handeling, beweging, stilstand,
heeft Allah subhanahu wa ta'ala voorbeschikt. Niets heeft de mens of de dier of de insecten zelf gedaan zonder de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat al-Furqan, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا. En hij heeft alles geschapen en op een zeer nauwkeurige wijze voorbeschikt. Op een zeer nauwkeurige wijze voorbeschikt. En in een hadith die Imam Muslim heeft overgeleverd van Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, voorzeker Allah heeft de voorbeschikkingen voorbeschikt van de scheppingen 50.000 jaar voordat hij de hemel en de aarde heeft geschapen. En zijn troon was op het water. Oftewel, Allah subhanahu wa ta'ala weet wat wij nu aan het doen zijn. Voor eeuwig. Voor eeuwig. Het is niet zo dat hij 50.000 jaar voordat hij de hemel en de schaping en de aarde heeft geschapen, weet wat wij aan het doen zijn. Hij heeft dat altijd geweten. Hij heeft altijd alles geweten. Tot in de eeuwigheid. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft de pen geschapen en hij zei tegen hem, schrijf. En toen zei de pen, wat moet ik schrijven? Hij zei, schrijf alles wat zal gebeuren tot de dag der opstanding. Dus op dat moment, 50.000 jaar voordat Allah subhanahu wa ta'ala de hemelen en de aarde heeft geschapen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala alles geschreven. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala alles geschreven. Waar heeft hij alles geschreven? In al-lawh al-mahfoud, oftewel het welbewaarde paneel. Het welbewaarde paneel. Maar waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala hier fahada? Fahada. Oftewel waarop hij geleid heeft. Wat voor leiding is dat? Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala elke vorm van schepping heeft geleid tot hetgeen waarvan hij weet wat deze zou doen. Allah heeft jouw bloed in jouw lichaam geleid om door je lichaam te sturen. Allah heeft jouw hart geleid om het bloed door te pompen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jouw hersenen geleid om te werken zoals ze horen te werken. En het systeem wat zich bevindt in het lichaam heeft Allah geleid zoals deze hoort te werken. De zon, de maan, de planeten, de sterren, de bomen om je heen, de insecten, hoe ze met elkaar werken en hoe deze natuur elkaar eigenlijk vervolmaakt en ook ingezet is, oftewel ingezet is naam om de mens te dienen. Dat is een prachtig systeem die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gemaakt. En dat is alleen met de leiding van Allah gebeurd. Oftewel, fahada betekent dat hier Allah subhanahu wa ta'ala het heeft over de natuurlijke leiding. De natuurlijke, er is een natuurlijke leiding en er is een religieuze leiding. Hier, wallazi qaddara fahada, oftewel hij is degene die voorbeschikt heeft en vervolgens geleid heeft, dat is de natuurlijke leiding. Dat is de natuurlijke leiding. Je kan het ook noemen de universele leiding. Universele leiding. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook een andere leiding gemaakt. En dat is een, zoals we net hebben gezegd, de religieuze leiding. Dus wat hier Allah subhanahu wa ta'ala noemt, fahada, hebben we gezegd, heeft twee betekenissen. De natuurlijke leiding, en die hebben we net uitgelegd, maar je hebt ook een religieuze leiding. En daarover zegt bijvoorbeeld Allah subhanahu wa ta'ala in surat Fussilat, ayah 17,
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. En wat betreft het volk Thamud, wij hebben hen geleid. Waarop zij de verblinding eerder wilden dan de leiding. Wat bedoelt Allah subhanahu wa ta'ala hier met deze leiding? We hebben net gezegd, dat is een religieuze leiding. De religieuze leiding betekent hier eigenlijk ook twee zaken. De leiding tot de waarheid. De leiding tot de verduidelijking van de waarheid. En dat is de leiding van kennis. Maar je hebt ook de andere leiding. En dat is de leiding van praktisering. En Thamud is geleid tot de eerste leiding, maar niet geleid tot de tweede leiding. Thamud is geleid tot de eerste leiding, maar niet geleid tot de tweede leiding. En dat zijn eigenlijk alle ongelovigen. Ze zijn geleid tot de leiding van kennis. Ze weten dat de islam de waarheid is. Dat de profeet Mohammed s.a.w. de laatste boodschapper is die zij dienen te volgen. Dat weten ze. Maar ze weigeren. Vele moslims zijn geleid tot de eerste leiding. Ze weten hoe ze moeten bidden en dat ze moeten bidden. Ze weten dat ze de hijab aan moeten doen. Ze weten dat ze alleen bij Allah subhanahu wa ta'ala om hulp vragen. Ze weten alleen maar dat ze mensen met kennis moeten vragen. En niet filosofen, psychologen en van alles nog wat ogen. Of logen. Dus je moet alleen doen wat Allah subhanahu wa ta'ala van jou vraagt. Jou beveelt. En toch kiezen sommige moslims voor heel veel. Of vele moslims, helaas, en mogen als partijen ons allen leiden, voor de misleiding. Voor de misleiding. Jou is bevolen om niet, oftewel verboden, om te roddelen, om te liegen, om met jouw tong, wanneer je goedmondig bent, de mensen te misleiden. Dat ben je verboden. En toch zijn er heel veel die dat wel doen. Ook du'aat die dat wel doen. Jou is bevolen of verboden om te spioneren. Te spioneren voor de moslims. Oftewel tegen de moslims. En toch zijn er zelfs du'aat die spioneren tegen de moslims. En de da'wa tegenhouden. Zowel in Nederland als over de hele wereld. Mensen die niet geleid zijn tot de praktisering van hun kennis. Die alleen maar in de les zitten om te luisteren. En de intentie hebben om wat? Om de leraar te bekritiseren. Welke fout heeft hij gemaakt? Waarom heeft hij dat gezegd? Kijk, zie je wel. En dan bepaalde punten gaan aanhalen die alleen, waarmee hij alleen maar bezig is om eigenlijk op een arrogante wijze zichzelf te vernietigen, in plaats van dat hij leert, zijn hart opent om te leren. Hoeveel mensen in de afgelopen maand hebben we gezien, ja, ik volg alleen de dalil. En wallahi, zij liegen. Zij volgen totaal geen dalil. Ja, ik volg de dalil. Ik volg het bewijs. Nee, maar hij volgt het bewijs. Ja, maar ik moet nog meer overtuigd worden over dat het bewijs is. Maar als jij geen kennis hebt van het bewijs, dan dien je mensen met kennis te volgen. En niet denken dat jij het bewijs weet. En nog heel veel voorbeelden en casussen die ik kan aanhalen, waarbij wij, in plaats van dat wij, wanneer wij geleid worden tot de waarheid, deze praktiseren, nee, wij erop los gaan filosoferen om onze begeerte alsnog te nemen. En dit is een waarschuwing voor mij en voor jou, beste broeder en zuster. Wij zijn nu kennis aan het vergaren. Gaan we deze kennis ook daadwerkelijk praktiseren vandaag? Of is het van, oh, wat een mooie lezing en vervolgens vergeten we alles? Nee. Laten we het praktiseren. Laten we ook de ochtend adhkar en de avond adhkar verrichten. Laten we ook Allah subhanahu wa ta'ala verheerlijken wanneer wij zijn schepping zien. Want de kennis van Allah en de kracht en de kunde en de geweldigheid van Allah bevindt zich in zijn schepping onder andere.
Dus laten we dat ook praktiseren in ons hart, maar ook middels onze tong en ledematen. Laten we vanaf nu ook de hijab aandoen, alleen we dat niet hebben gedaan. Stoppen met zondes wanneer we dat niet hebben gedaan. Vooral in deze geweldige maand, de maand van de opvoeding. Laten we onszelf opvoeden. En dat geduld omzetten in praktische verbetering. Dus nogmaals, de leiding heeft twee hoofdsoorten van leidingen. De natuurlijke leiding en de religieuze leiding. En de religieuze leiding heeft twee niveaus. De verduidelijking van de waarheid en de praktisering van de waarheid. Moge Allah subhanahu wa ta'ala ons tot beide leiden. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. En degene die de wei, oftewel de gras, de vegetatie heeft doen groeien. Alles wat uit de grond komt aan vegetatie, aan vruchten, aan planten. Dat heeft alleen Allah subhanahu wa ta'ala geschapen. En wat wil Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk hiermee zeggen? Allah subhanahu wa ta'ala wil hiermee zeggen, hij is degene die het water heeft neergezonden en vervolgens vegetatie heeft voortgebracht die ook goed is voor de mens, voor de dier, voor de planten, of voor de planten op zich en voor de insecten. En voor het klimaat en voor de weer. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft al deze vegetatie en planten in verschillende kleuren en smaken en uitzichten gegeven. Oftewel een pracht van een schepping. En waarom noemt Allah subhanahu wa ta'ala deze mar'a? Omdat hetgeen wat aan vegetatie is geschapen, dat is allemaal voor de mens, voor de dier, voor de insecten geschapen, waarmee ze kunnen voeden, zichzelf kunnen voeden, oftewel gevoed kunnen worden. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt daarna meteen فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Waarop hij deze mooie, prachtige vegetatie, groen, blauw, rood, in alle kleuren, uiteindelijk wat maakt? Zwart maakt. En droog maakt. Droog en zwart. Wat bedoelt Allah subhanahu wa ta'ala hiermee? Hiermee maakt Allah subhanahu wa ta'ala duidelijk. Al hetgeen wat hier op aarde is, dat zal vergaan. Al hetgeen wat hier op aarde is, dat zal vergaan. En dat is een lering voor ons. Wij zien de vegetatie komen en gaan. Wij zien mensen geboren worden en vervolgens sterven. Wij zien dieren geboren worden en vervolgens sterven. Moeten we daar geen lering uit trekken? Dat we allemaal uiteindelijk komen te sterven? Dat we allemaal zand worden en vervolgens bij Allah subhanahu wa ta'ala als mensen komen? Dit proces, daar moeten wij van leren. De eerste lering is de geweldigheid van Allah, maar de tweede lering is ook dat wij ook zullen vergaan. En dat hetgeen wat wij zien hier eigenlijk geen enkele waarde heeft. Behalve wanneer je deze ook inzet voor het doel waarvoor je geschapen bent. Voor het doel waarvoor je geschapen bent. En dat is waarom Allah subhanahu wa ta'ala ook daarna zegt in de ayah die daarop volgt: سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Wat is de link tussen beide? Na deze vermaning van het gehele natuurlijke proces en de leiding die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschapen en heeft gemaakt,
is het belangrijk dat je je focust op dat of op die bron die wij jou gegeven hebben. Wat is die bron? Die bron is de Koran. En wij zullen jou laten reciteren waarop je niet vergeet. Maar deze geweldige ayah, waarin Allah subhanahu wa ta'ala ook duidelijk maakt dat hij alles zal drogen en zwart maken, die moet ons ook aan het denken zetten. Namelijk dat wanneer wij deze of dit proces ook zien en daar bewust van zijn, dat we Allah nog meer moeten verheerlijken. Nog meer de tasbih moeten verrichten. Nog meer ons moeten inzetten voor Hem subhanahu wa ta'ala en omwille van Hem. En dat wij ook deze geweldigheden om ons heen moeten overpeinzen. Want deze geweldigheden om ons heen heeft Allah niet zomaar voorspel gemaakt. Wij lopen langs bomen, langs mooie, prachtige weilanden, zonder dat we nadenken, zonder dat we de tasbih verrichten. Nee, verricht de tasbih. En denk na over de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. En wanneer je nadenkt over de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala, moet je ook nadenken over jouw gebrekkigheid en jouw zwakheid ten aanzien van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom kunnen we de laatste ayah ook linken met de ayat daarvoor. Oftewel, wanneer Allah subhanahu wa ta'ala voorbeschikt en leidt, dan betekent het dat Allah subhanahu wa ta'ala alles voor jou vergemakkelijkt heeft. Allah heeft het voor jou vergemakkelijkt om op de wijze te bidden die Hij voorgeschreven heeft. Als wij zoals koeien zijn geschapen, zouden wij niet op deze wijze kunnen bidden. Onze handen leggen op onze borst, waarbij de vingers zo zijn of zo zijn. Hè? Of bijvoorbeeld de takbir zo verrichten. Of de sujud verrichten op de juiste wijze. Dat zou niet mogelijk kunnen zijn. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons op deze wijze geschapen. Vandaar dat wij ook Allah subhanahu wa ta'ala hiervoor moeten bedanken. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala de mensheid in een perfecte status heeft geschapen. Maar het is aan de mensheid of dat hij deze status kan behouden, of dat hij zichzelf verlaagt tot de laagsten, zoals wij ook in de vorige les hebben gezegd. En Allah subhanahu wa ta'ala leidt jou alleen maar tot de waarheid. Maar zul jij die waarheid accepteren? Dat is dan de keuze aan jou. Zul jij die waarheid accepteren? De waarheid is tot jou gekomen. Er is tegen jou gezegd, dit is de waarheid. Dit zijn de bewijzen. Nee, ik moet toch lobbyen bij andere geleerden, bij andere mensen, bij anderen. Zie je wel, en diegene zegt dat. Kijk, de shaitaan, die maakt jou de zaken mooier dan dat ze zijn. En je zult altijd wel jouw begeerte kunnen vinden. Maar wanneer ben je daadwerkelijk volgens de waarheid, wanneer jij in strijd handelt met jouw begeerte. Want de waarheid zal nooit overeenkomen met jouw begeerte. Jouw begeerte wil altijd het makkelijkste in de dunya. Oftewel, wat jou richting het hellevuur zet. Maar Allah subhanahu wa ta'ala wil het makkelijkste wat jou richting het paradijs zet. Dus dat zijn twee verschillende wegen. Maak je niet gek. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala dat Hij de waarheid voor jou als waarheid laat zien. En dat Hij deze voorziet, of jou voorziet om deze te volgen. En niet alleen jou voorziet om hetgeen te volgen wat jij in je hoofd hebt. Want wanneer jij de leiding krijgt en niet volgt, dan zal er daarop een verblinding komen. En hoeveel mensen zijn hiervoor gewaarschuwd en zijn uiteindelijk wel verblind geworden. En wanneer je ze aanspreekt, wanneer ze verblind zijn, dan is het gedaan met ze.
Want ze zijn verblind. Alleen Allah kan ze redden wanneer zij ook de tauba verrichten en in strijd handelen met hun begeerten. Kijk hier wat deze ayat aan geweldige praktiseringen ons meegegeven heeft. Dus zorg ervoor dat je niet in de logica van Allah subhanahu wa ta'ala vervalt, dat wanneer jij de waarheid niet accepteert, jij verblind wordt voor de waarheid. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze harten en ogen altijd zichtbaarheid geven tot de waarheid. En weet, beste broeder en zuster, dat wij, ik, jij, met z'n allen de schepping zijn van Allah. Dus Allah weet het beste over ons en hoe wij geschapen zijn en hoe wat goed en wat slecht is voor ons. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons het makkelijk maken om deze zaken te praktiseren. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons afhouden van elke fitan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons ook de ochtend adhkar en de avond adhkar ook laten makkelijk maken en deze ons elke dag laten verrichten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala over jullie waken, van jullie houden. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. En deel dit met iedereen. En zorg ervoor dat je morgen ook weer aanwezig bent. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.